Dat kan niet. Waarom niet? Jij bent ijsclimbers, man. Hoezo ben ik ijsclimbers? Jij bent ijsclimbers. Ijsclimbers zijn de laagste van de laagste. Dude, niemand weet wie je bent, of je Egbert, Jeffrey of Colin bent. Dit zijn ook meerdere mensen. Niemand weet wie wie is. Ja, voeg een derde ijsclimber toe en daar is gewoon de match. What up YouTube, super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En vandaag ben ik niet alleen, want ik ben met... Hey. Hoi. Hey. Egbert, the one and only. Ja, of... Colin. Of Jeff. Ja, ik weet niet. Doe je naamtiteltjes ook in beeld of niet? Als jij dat wil? Ja. Oké. Okay. Dan moet jij een naam kiezen. Wat vind je van de naam Sjaak? Dit is gewoon YouTuber die Sjaak heet. Oh ja, weet je, we houden het inderdaad op Egbert. Check ook even zijn kanaal, link staat hieronder in de beschrijving. Ook Nintendo liefhebber, maar niet zeker. Niet per se Nintendo YouTuber, toch? Nee. Eigenlijk, ik doe heel weinig met games op YouTube. Ik doe eigenlijk alleen Twitch games. Ja. Ja, dus die kan je ook checken, ja. Twitch. Ja. Wat wij vandaag gaan doen, wij hebben natuurlijk allebei meegedaan aan Legends of Gaming. We nemen deze video op woensdag op. Ja, het is woensdag. Ja. Moest even nadenken. De uitslag is zaterdag bekend. Ja. Maar deze video komt waarschijnlijk pas online nadat de uitslag bekend is. Dus moet ik dan twee shotjes opnemen? Eentje waar ik heel blij ben en eentje waar ik hel voor je? Of? Ja, dan kan ik dat nog in editen. Ja, precies. Ja. Helaas. Ja! 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 De winnaar van Legends of Gaming. Ik kan het ook gewoon laten zitten in de video. Maar wat wij dus vandaag gaan doen is, wij gaan alle deelnemers aan Legends gezocht koppelen aan een Nintendo character. En dat kan zijn op basis van uiterlijk, op basis van karakter, eigenlijk op basis van gevoel wat wij hebben bij die persoon. Ja, een beetje wat de jury deed bij ons, die koppelde ons aan een duimpje omhoog of een duimpje omlaag. Dat doen wij, maar dan... Ja, ik weet niet, veel genuanceerder denk ik. En, we hebben King K. Rool hebben al hangen. Dat is natuurlijk de belangrijkste King K. Rool. Dat is met mijn op Super Smash Bros. Natuurlijk. We gaan even kijken wie die King K. Rool verdient. Jij was niet echt te spreken over King K. Rool, hè? Ik vind hem vooral best wel dik. Hey, zullen we gewoon met de eerste beginnen? Let's go. Heb je iemand die je als eerste wil ranken? Van blind iemand. Oké. Sorry, dat heb ik soms. Het is... Bam. Maxime. Nou, ze heeft hier een hoedje op in ieder geval. Een fijne hoedje op, ja. Ja, dat moest ze daarop zetten. Hier, kijk, Don heeft ook zo'n hoedje op. Mario en Luigi of zo. Maar dit is wel allebei ook bijna dezelfde foto. Dit is echt... Allebei, deze foto's geven wel dezelfde energie af of zo. Maar Maxime? Ja, Maxime. Ja, Maxime. Een character die je daarbij... Nou, Maxime is natuurlijk wel een meisje. Dus het is wel het meest logisch als we aan een vrouwelijk karakter koppelen, denk ik. Is Ridley een vrouw of is dat... Jij vindt Maxime Ridley? Nee, maar kijk, is Ridley een vrouw? Dat vraag ik nu. Is dat bekend in de lore? Want dan kunnen we ook iemand koppelen aan Ridley. Ik denk onzijdig of zo, man, ik weet niet. Maxime is wel als een beast bezig op YouTube en op Twitch. Ook weer onlangs die beste social awards gewonnen. Oh ja, dat was wel sick. We doen Ridley, man. Beast mode? Ja, je hebt de keuze gemaakt. Wij hebben hele mooie pinaces. Ja. Hoe had je dit bedacht? Met een prikbord mee of zo, maar dit is... is dit geïnspireerd door iets of zo? Dit is geïnspireerd door de hier zo vlakbij. Niet gesponsord, dus we bliepen de naam even, maar... Ik dacht, ik geef gewoon kudos, maar ook met 2 euro prikwoord. Je hebt het trouwens ook echt gewoon boven de kop geplakt, hè? Echt. Dit is voor mij voor het... Ik ben geen jury, dit is voor mij voor het eerst. Ja, goed, Tom. Sorry. Helemaal goed. Volgende! We moeten wel een beetje snel doen, anders wordt het echt een video sorry, van 3 uur, denk ik. Hoe lang zijn video's normaal? Ja, 12 minuten. Kies iemand. Oh! Kijk nou! We gaan door met de dames. Alle dames doen. Saar! Ja, voor Saar wist ik het eigenlijk al. Want Saar cosplayt. Als jij nu hier zo Saar ziet, wie denk je dan dat zij cosplayt? Ja, dat is lastig joh, want ze kunnen pruiken opdoen en ik heb sommige cosplays gezien. Maar als je haar nu zo ziet, aan wie denk je dan? Zodra je zegt cosplay, denk ik aan Daenerys. Want iedereen cosplayt Daenerys. Ja, het is wel bijna, het is Peach. Ja. Oh, het is Peach. Ik vind... Ja, dat is bijna Daenerys, oké. Okay. Je pakt de lelijke finesses. Die zijn voor een sier. Ja, nee, ik moet de lelijke finesses. Zo
dit voor het eerst doe. We hebben nog 3 dames over. Trouwens, als je het er niet mee eens bent, laat het even weten in de reactie. Als je denkt van die gasten, ik kan dat veel beter. Ik zie iemand anders bij deze persoon. Laat het even weten in de comments. Zou ik leuk vinden. Ja. Ga ik even nalezen. Die van jullie King K. Rool, dat wil ik wel weten. Ja, ja. Welke dames hebben we nog in de roster zitten dan? Best wel veel, toch? We hebben Bayonetta sowieso. Ja, Daisy. Daisy. Is Pikachu? Is deze Pikachu een mannetje of een vrouwtje? Zijn staart is niet zichtbaar, dat weten we ja, niet. Ja, dat is ook. Dan leg je hem wel met de vrouwtjes. Samus. Samus en de Zero Suit Samus moeten we ook nog hebben. Oh, dit is gewoon een Samus trouwens. En Wii Fit trainer, jongen, hebben we ook nog. En Isabel. De Ice Climbers is één deel een vrouw. Ja. Dat kan ook wel, moet je die even. Wacht, dan vouwen die even weg. En dan hebben we Young Link nog. Want iedereen die met Young Link speelt, die tel ik ook mee als vrouw. Dit doe je expres, hè? Jij eikel, dit is jij maar één specifieke. Oh, speel jij Young Link? Oh, dat wist hij niet! Dat wist hij niet! Wij hebben helemaal niet backstage bij Legends of Gaming Smash gespeeld. En maar Sheik is ook nog een vrouw trouwens. Ja. Sheik Linkpap is ook wel een vrouwtje volgens mij. Oh ja. We hebben dus Puck, we hebben Fams en we hebben Nysera. Ik vind het wel leuk om die fit trainer aan iemand te koppelen. Kijk, dit klopt wel trouwens. Als je Fams ziet hier zo, die pose en de kant waarop ze kijkt en zo. Ja, alleen dat armpje zit dan niet helemaal goed, maar het is best wel een match. Dit is een goeie. Gaan we die ophangen? Ja, die gaan we ophangen. We gaan verder, we zijn bij Nysera. Okay. Jij mag iemand voor Nysera kiezen. Ik voel Bayonetta wel bij Nysera. Oeh, ja, dat weet ik niet. Dat is ook al bij een beetje zo'n exotische naam, Nysera, Bayonetta. Dat is wel een goede match. Ja. Bayonetta heeft van die handwapens bij, die had zij ook bij op de set, dat was erg gek. Ja. Was dat zo? Ja, tuurlijk. Ja. Okay. Die moesten van tevoren, we moesten door een metaaldetector voordat we daar naar binnen mochten. Ging die bliepen? Ja. Dan is dit de perfecte match. Dat, ik denk het wel. Ja. Dit is gewoon niet. Doe nou niet zo! Dat is mijn achtergrondgeluidje. Ongelooflijk. Dus nou mag ik iemand gaan koppelen aan Puck? Ja, heb je hem al bedacht? Ja, Puck gamet gewoon heel veel. Ze is ook best wel goed, vind ik. Ze kan best wel aardig gamen. Ze kan gamen. Ja, het is jammer dat je niet blond bent, Puck. Anders had ik je echt gewoon Samus gegund. Ja, maar iedereen is hier blond, jongen. Ja, dat is jammer. Puck, verf even je haar. Ja, echt. Anders ben je Daisy. Jij moet iemand kiezen. Ik kan het niet, weet je. Ik kies de Ice Climber of zo. Dat kan niet. Waarom niet? Jij bent Ice Climbers, man. Hoezo ben ik Ice Climbers? Jij bent Ice Climbers. Ice Climbers zijn de laagste van de laagste tier. Dude, niemand weet wie je bent of je Egbert, Jeffrey of Colin bent. Dit zijn ook meerdere mensen. Niemand weet wie wie is. Ja, voeg een derde Ice Climber toe en daar is gewoon de match. Ik vind het jammer. Ja. Als je nu elke tierlist ooit kijkt die ik gemaakt heb van Super Smash, staan de Ice Climbers op het allerlaagste. Echt? Zelfs, we hebben op Twitch, we hebben de Ice Climbers Challenge. Als je mij weet te verslaan met de Ice Climbers, dan krijg je van mij een suppie. Ja? Ja. Is het zo erg? Ja, het is zo erg. En niet echt, er wint één keer iemand in de maand. Nee, ik ga je op een Ice Climbers gaat weg. Dankjewel. Maar jij wilt dus Puck een Ice Climber. Je weet wat je nu zegt over Puck, hè? Doe dat niet zo. Nee, maar dit is jou. Jij bedrijft me helemaal. Oké, wat doen we bij Puck? Jij moet het toch al van tevoren gedacht hebben. Ik doe gewoon een Samus, want we weten niet dat het dan blond haar is. Ah, oké, ja. Dus ik vind Puck wel een aardige Samus. Zullen we volgende? Ja. Ik heb hier een andere Puck. Dit is Puck die niet door is. Hij is bekend als Puck die niet door is. Hebben we een character wat ook? Wat niet door is. Wat niet in de vorige Super Smash zat. Hoe heet die? Hier, Metal Gear. Hoe heet die gast van Metal Gear? Ik vind hem netjes. Gast van Metal Gear. Jongens, Puck die niet door is. Metal Gear zat ook niet in de vorige Super Smash. Snake. Ja, ze hebben allebei mannelijk uiterlijk. Ja. Dit is een match. Dit is een goed. Match, hè? Dit is een goeie. Dit is helemaal goed. Wow. Doe jij hem op het bordje? Ik ga het ophangen. Oké. Okay. Ja, mooi. Dit is nice. We hebben hier Shazi. Jair. Oh, ja. Dat is een vriend van mij, man. Oh, cool. Dus we gaan die gaan. Maar ken je hem ook al voor Let's of Gaming? Ja. Heb ik hem daar. Oh, oké. Ja, ik ken Shazi al een jaartje of anderhalf, denk ik of zo. Oh, nice. Oké. Okay. Ja, Shazi, man. Wat was zijn main ook? We hebben ook met hem Super Smash gespeeld. Oh, wat was zijn main? Maar ik ben helemaal vergeten als wie hij speelde. Waar is hij ook weer fan van, man? Net zeggen dat ik je bevriend ben met hem, nu weet je niet eens dat zijn favoriete Super Smash characters zijn. Er zijn er maar 74 of zo, hè? Ja, maar 74, zo van dat moet je weten. Is hij een boxer? Is hij lullig? Deze man is gewoon een boxer. We kunnen wel een boxer doen, ja. Ja? Ja hoor. Hey, man, jij bent Lil Mac. Lil Mac is wel een goeie, wel een slechte recovery. Ja. Bam! Hoppa! Next! Ik zie Thijs hier liggen. Ik zie Disco, ja. Hij springt er ook echt tussen. Als je hier zo dat stapeltje hebt, hij springt er wel tussenuit. Ja, man. Ja. Hij is een hele soort hele chille, lome gast, weet je wel. Hij gaat gewoon met die flow. Ja. Hebben we niet een character wat dat ook doet? Chill, een beetje flow.
chille guy. The villager? De dorpsbewoner. De dorpsbewoner. Ik vind Thijs is ja, echt een, toch? Thijs, ja. Jij bent echt een dorpsbewoner, jongen. 100%. Sowieso. Ja. Dorpsbewoner. Ik zie hier kapitein Olimar. Eigenlijk moeten we even andersom doen. Wie vinden wij een kapitein Olimar? Wie vinden wij een kapitein Olimar? Oh, dat is wel... Wie is een ontdekkingsreiziger? In een spaceship. Ik vind Ergen wel een kapitein. Ja? Ergen komt natuurlijk uit België. Dus die is al in een soort van rare wereld beland nu. Ja. Waar die ons opzoekt als... Ja. Nou, we zijn niet echt raar gekleurd, maar we zijn wel gekke wezentjes. Ja. Dus als ik Ergen was, had ik ook gewoon een astronautenhelm opgedaan als ik naar Nederland kwam. Ik snap hem wel. Ja, hij bevindt zich op een plek waar wij niks van snappen. Ja. België. Heel gek. Die wegen wel eens gevoeld, telefoonkabels in de lucht. Hij is echt toch nog een gekke wereld. Ja. Dit is een match, hè? Dit is een goeie, hè? Ja. Ergen is freaking Olimar. Wil je ons voor het laatst bewaren? Hoeft niet per se. Oké. Dit is Rick. Het staat op de achterkant. Ik was even vergeten, hè? Dit is Rikichu. Was hij nou wel of niet door? Ik ben het even kwijt. Heb je zelf iemand waarvan je denkt, ja, dit ben ik wel als Smash-character? Ik zou het heel gek vinden als mijn kijkers mij niet de character zouden geven waarvan ik een pet op heb. Ja, oké, okay. Als je met Pokémon trainer of zo. Voel je zo een beetje Young Link of niet? Dat is wel wie je meent natuurlijk. Dat voel ik ook wel op zich. Ja? Ik vind mensen die Young Link meen, vind ik echt heel triest. Sorry. Ik kan gewoon... Willen jullie een video van ons waarbij we Smash spelen? Doe even een blauw duimpje omhoog. Wil je zien dat Egbert genapt wordt? Door Young Link? Ik heb de King Carol power. King Carol is ongeslagen. Willen jullie het zien? Young Link tegen King Carol? Gebeuren. Gaat niet gebeuren. Hij is bang. Zie de angst. Zip hem. In zijn ogen. Oké, maar waar is Pokémon trainer, joh? Oh, maar Ness heeft ook een petje op. Kijk nou. Oh, dat is ook wel een match. Ness is wel echt een goed character in Smash. Ness is wel geinig, ja. Ja, als we geen Pokémon trainer kunnen winnen, dan waar is Pokémon trainer? Waar is Pokémon trainer? Hier is die, maar hij staat super klein tussen alle andere Pokémon. Ja, ik vind Pokémon een betere match. Oké, doen we Pokémon trainer. Diddykong heeft ook een petje op. Ja, ik zat letterlijk van tevoren nog te denken. Die heeft ook wat meer baard dan dat Pokémon trainer heeft. Nee, keuze is gemaakt. Pokémon trainer. Dus nu gaan we door naar Edward. Maar jij hebt echt multiple personalities, daar kunnen we niet omheen. Dus we moeten iets vinden met multiple personalities. Niet ice climbers. Oké, dus dat heb ik je gegund dat je geen ice climbers bent. Dus ik dacht, Link heeft ook gewoon 4 personages in Smash. Nee, mijn Link is... Nee. En Link heeft gewoon alles. Dat is toch triest? Kijk dan. Even aantrekkelijk als Simon, denk ik. Goeie kaaklijn, hè? Goed haar, zo. Ja, ga even je haar blonderen ook. Ik vind mezelf ook wel een wolf, of zo. Een wolf? Ook wel, ja. Weet je? Dat is de Beast. Dan vind ik Fox ook wel. Weet je ja, Fox. Ja, wie ben je nou? Ben je nou de good guy of ben je nou de bad guy? Ben je nou Wolf of ben je nou Fox? Ja, ben je nou Jeffrey, ben je nou Colin? Ja. Hier is Richard trouwens. Nee. Maar, die past echt een keer die kaaklijn, joh. Hè? Goeie glimlach. Oké, ja, dit is wel jammer. Dit is wel jammer, ja. Maar ik mocht kiezen toch? Ja, het is wel aan jou, ja. Hey, weet je, maar Star Fox en Wolf is vet hoor. Ja, oké, dat is wel nice. Ja? Op zich, ja. Ik denk Egbert is Fox en dan Colin is Wolf. Alright. Colin is een beetje de dark side, alter ego natuurlijk. Twee punaises? Ik gun jou 2 punaises. Dit is ongekend, jongens. Eerste Legend of Gaming Legend ooit die 2 punaises komt. Hoe sick is dit? Ik zocht nog één. Wat dan? Ja, Jeffrey die hoort er een beetje bij, dus dat is Falco. Oh, wat naar dit. Hoppa! En nog één character, hoppa! Ja, we moeten echt een beetje tempo maken nu, dus ik stel voor dat we de mensen nog. We gaan er gewoon een aantal nu op een rij leggen en die matchen we gewoon bla 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 bla. Even zo. Ja, dan doe ik even muziekje onder en dan top. Zullen we Casper nog wel pakken? We moeten nog met een paar mensen afsluiten die we niet in dit lijstje doen. Oh ja, dan sluiten we Casper af. Hij is natuurlijk ook finalist. Ja, die moeten we wel handmatig even. Ja, precies. En Donne ook zo. Of ja. We doen eigenlijk alles handmatig. Ja. Handmatig. Alright, let's go. De grote huzzelpuzzel. Oké, we zijn eruit.
uit deze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mensen in één zin waarom we deze character aan jullie hebben gegeven. Jij mag verklaren waarom Marnik Wario is. Exact dezelfde lach. Oké. Okay. Same energy, dat is, die horen gewoon bij elkaar, zijn gemaakt voor elkaar. Nice. Ja. Super tof. Dan hebben we hier Max. En ook, die heb jij ook gekozen. Ja, ja, ja. Pichu. Pichu. Max was iets te jong volgens Jeremy. Dat was het commentaar van de jury. Ja. En Pichu was ook één. Ja. Inderdaad. Sebas. Hebben we gekoppeld aan Bowser Jr. We zochten eigenlijk een character die kon voetballen. Want je speelt FIFA zo'n beetje als enige volgens mij. En Bowser Jr. zit in de bal. Dus logisch. Ja. Niks van te merken. We hebben hier Nick. En je had hem gelijk. Je had hem gewoon gelijk. Ik had hem gelijk, weet je. Zelfde bandana, zelfde Japanse uitkijker. Dit is natuurlijk een Japans character. Zelfde uitstraling. Die, weet je, die als Link slaat, doet hij ook die. Dat is een beetje wat ze allebei doen. Ja. Dat zie je ook hier zo'n Spaans character in 100% match, ja, zou ik zeggen. Qua looks, qua looks is insane. Dus. Ja. Shout out aan Nick. Ik zocht iemand voor Sonic en ik dacht, wie is een snelle guy? En jouw blik, jongen, jouw blik is sneller. Ja, snelle Sonic. Snelle blik. Wie had jij nog gekozen? Even kijken, ik had bij Aga had ik Lucas heet hij. Want Aga komt uit Friesland en Lucas heeft een move, die heet PK Freeze. Ja, die is echt Friesland. Dit is echt de best en meest doordachte match van heel Prikwoord. Deze is echt goed hoor. Ik had... Ja, Pieter. Pieter! Want ja, eigenlijk alleen, ik kwam niet heel erg veel verder dan de kleur van maar de haar. Voor, nou ja, maar voordat je vertelt waarom je dit kleur hebt gekozen. Ik weet, Peter, je bent natuurlijk heel lang gepest met je haarkleur en hoe je eruit ziet. Dan moeten dus, we is niet maar waar. Dan kan dit niet. Het is niet waar. Oh, oké. Okay. You got me, man. Ik zag je meteen van, oh nee, oh you shit. You got me. Op het prikbord. Hier hebben we Kevin. En Kevin is natuurlijk de winnaar van de Fan Award. En daarom bij hem Mr. Game & Watch, want hij gamed. En I watched ook de Fan Award van de... Insane. Insane. Dit is echt de beste. Hoeft echt geen verdere uitleg. Maar ja. Kunnen we straks Casper overpakken? Of als we nou, zeg maar, dat Casper hier overheen pakken en dan mij daar overheen. Dan ben ik in ieder geval op het trick. Stel dat ik hier verloren heb, dan kan je dit erin laten. We hebben nog één. En dat was onze... ja, met Brian. Mededeelnemer van de dag, Brian. Ja. En ja, jij kwam als laatste aan. Dus wij dachten, dan doen we degene die volgens ons als laatste in Smash is toegevoegd aan de normale characters. Dus geen DLC. En dat is Incineroar. En volgens mij is het best tof. Ja. Stel dat het dan niet zo is en stel dat een andere character als laatste is toegevoegd. Laat even weten hieronder in de comments. Ja, dan falen wij. Ja. Zo, dan hebben we nog de laatste paar mensen. Een paar mensen die ook in de laatste ronde zaten. En Wilbo. Shout out naar Wilbo, die is er ook. Laten we met Wilbo beginnen. Ja, heel goed. Wat had je al iemand bedacht met Wilbo? Dat is... Pit! Nou, dit is exact hetzelfde. Ja, toch? Deze zijn goed. Kijk. Dit zijn goud. Die heb ik helemaal niet gezien, joh. Die lag gewoon gelijk daar en ik zag hem gelijk. Het is gewoon een match made in heaven. Ja, go. Op de drinkbord. Doe nou niet. Deze stoelen waren 60 euro per stuk. Oh shit. Dat geloof ik niet. Ik heb me net ook van de zijde genomen, geloof ik niks van. Oké, 3 van de mensen die door waren, tot bijna het laatst. Waarvan 1 in ieder geval helemaal tot het laatst. Zullen we beginnen met Don? Laten we beginnen met Don. Ik vind Don is een beetje zo'n prank guy volgens mij. Hij had ook dat moppelboekie aan het einde. Ja, ik vond het wel een Wario eigenlijk. Ja, nee, precies inderdaad. Ik dacht aan Wario, maar die hebben we al gebruikt. Die hangt al. Dus ik denk wel... Dit is wel dezelfde uitstraling een beetje. Hij heeft ook Don Kaaklijn nu overal, dus deze was wel echt een zieke Kaaklijn. Ik vind hem ook wel een Ganondorf, ja, want hij heeft echt ook wel zo'n evil kant, deze gast. Nee, hij is super lief joh, maar hij kijkt wel heel evil. Ja, ja. Je komt evil over man. Mewtwo is ook wel een Mewtwo is een soort van mystiek ook nog. Ja. Dat heeft hij ook wel. Ja, hè? Zeker met dat hoedje ook. Wat zullen we doen? Zullen we Simon of Mewtwo doen? Gaan we voor een Kaaklijn of gaan we voor een mystiek? Ja, meer Kaaklijn dat hij mystiek is, denk ik. Dan wordt het Simon. Wordt Simon. Let's go. Awesome. Ik vind het wel lastig. Casper heeft wel de King K. Rool ogen. Wil jij hem gunnen, King K. Rool? Ja, King K. Rool is wel echt, dat is echt legendary. Die staat echt bovenaan alle characters. Hè? Dus... Daarmee zeg je eigenlijk, ik verwacht dat, niet dat ik Legends ga winnen, maar dat Casper gaat winnen. Ik zou Casper wel gunnen. Maar ik zou het Puck ook wel gunnen. Maar Puck...
Like niet King Carol. Nee, gelukkig niet. Casper wel. Casper is... Weet je, als je King Carol slaat, dan gaat het zijn ogen woep uit zijn oogkast. En ja. Casper is ook is super, ja. super expressief met zijn gezicht. Ja, zijn ogen die poppen wel uit ja, de ogen. Ja, ik vind hem wel een goede voor King Carol. Maar, zou jij hem King Carol doen? Met die ogen zeker. Ja. Ja, laat hem doen. Ja? Oh, snap. Casper. Met tegenzin hoor, met tegenzin. Krijgt gewoon de ultieme status. Dan hebben we nog één. En dat is Sappy. Thomas. We hebben geen kikker, hè? Nee, ik zat ook al. Yoshi, man. Yoshi! Ja, Yoshi! Ja, dat is perfect. Ja, Yoshi, man. Nee, maar kijk, Thomas heeft ook exact dezelfde uitstraling als Yoshi. Hij is ook altijd, begint zijn video's altijd met... Hij is allemaal gestemming, hij is altijd heel enthousiast. Ja. Yoshi is ook altijd met de zwemming en zo. Ja, ja, precies. Happy to have. Dus, en Kermit en dezelfde kleur. Ja, nee, dit is hem. Ik zou dat doen, dit is een goal. Dit is hem. Yoshi, is een character met een bril verder? Nee, hè? Yoshi. Bayonetta, maar ja, die hangt ook al. Ja, maar Thomas had ook geen handwapens bij. Dat was echt alleen Nazira die handwapens bij. Maar deze klopt ook helemaal. Yoshi. Ja. Dit is echt een goal. We hebben al die characters hangen, joh. Wij hebben een mooier bord dan jullie, Legends of Gaming. Dit is veel epischer, man. Eerlijk. Ja, dit is vet. Nou jongens, dan zijn we er. Dan hebben we alle kandidaten uit Legends gezocht, gebrankt. Als je er nou een leuk video vond, doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer even op deze meneer die hier nog zit te chillen met zijn blaadjes. Ik ben gewoon aan het genieten, joh. Ik vind het gewoon prachtig. Vond je het leuk? Ja, ik vond het wel mooi, hoor. Ja, zeker weten. Was wel tof, hè? Ja. En vooral de stoelen. We zijn nu achter hoe kraakbaar deze stoelen zijn. Dat wilde ik gewoon zeker weten, weet je. Daarom, ik had ze ook uitgekomen. Ja. Dus een goede testvideo daarvoor. Ja, laat even in de comments hieronder weten bij welk persoon jij welk character zou zetten. Ja. Ik ben heel benieuwd, ben je het eens met wat we hier zo gerankt hebben? Ben je het totaal niet mee eens? En laat even weten in de comments. Ja, en laat ook even weten of je die battle wil zien. King K. Rool tegen Young Link. Mazzel! Volgens mij is het al uitgevocht hoor, Young Link is echt... Young Link is het beste man. Oh! Dat is hoe we afsluiten, jongens. Dat is hoe we ja, hoor, ja hoor. Hey, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie later. Mazzel! Hoi.